Hoi, goedemorgen. Welkom bij Auto Siro. De zomer begint. Het is tijd voor een camper. Deze bus heb ik 2 jaar geleden aan meneer verkocht. Komt oorspronkelijk uit België. Volledige historie heb ik erbij. Bouwjaar 2004. En meneer is er 2 jaar mee bezig geweest. En heeft er een camper van gebouwd. Nu staat de volgende alweer bij hem binnen. Het is echt hobby van meneer. Hij heeft het prachtig mooi gemaakt. En de bus is echt helemaal klaar. De BPM is betaald. Het is nu dus echt een camper. Je betaalt dus campertarief. Prachtig mooie kilometerstand. Nog geen ton. En op het moment dat je hem niet zelf gebruikt, kun je zo'n ding ook geweldig goed verhuren. Ik heb er in het verleden wel een aantal gedaan. En dan kun je er ook echt nog een zakcentje uithalen. Dus dat is ook nog eens een overweging. Prijs is inclusief de BTW, BPM, alles. Hij is er helemaal klaar voor. En als je meneer zijn uren en materiaal en aanschaf van de bus zou tellen, ja, dan heeft meneer een hele dure hobby, zal ik maar zeggen. Hij heeft alles keurig netjes gespecificeerd. Vraagt daar gerust om. En nogmaals, hij is prachtig mooi. Kijk maar eens mee. De boelbar. Die zit er al op. De elektra aansluiten. De kleding ook keurig netjes. Alles wat meneer heeft gedaan staat in deze map. 97.000 kilometer, de airco zit erin, 6 versnellingen, cruise control, het hefdak, daar is hij. En we gaan even achterin kijken. Oh, trekhaak zit er ook al op. De achteruitrijcamera zit erop. En hier zijn we in de huiskamer aangekomen. Dit is een tafel. Dit is meneer zijn bed, want hij lag eerst zo. En dat kan nog steeds overigens. Alleen dat vond hij te kort, dus heeft hij deze ook gemaakt. Maar als je zegt, joh, dat vind ik onzin, dan pak je hem er ook zo weer uit. De omvormer. De rest van elektra. De schakelkast. Het water, de koelkast. De spoelbak. En nogmaals, het hefkendak kan zo omhoog. Stopcontactje extra. Keurig netjes alles. Hoppa. Andere zijkant. Als je het mooi vindt, kun je daar nog een raam in laten zetten. Dat stelt niet zoveel voor. Nog een extra tafeltje met een poot. Dan kun je ook netjes buiten zitten. En als gezegd, technisch ook in topconditie. Ik denk echt de moeite waard. Geweldig leuke bus. En het is hot. Dus ik geloof niet dat je hier veel op gaat afschrijven. Zeker als je naar een kilometerstand kijkt. Want ik zie ze ook met 300.000 kilometer. En dan vragen ze nog steeds 30 of iets dergelijks. Zeker de moeite waard. Wil je het komen proberen, ben je van harte welkom. Wil je een financial lease voorstel? Geen probleem, kan ook. Je kunt hem ook particulier financieren, ook geen enkel probleem. Ik kan zo een voorstel voor je maken. Wil jij je caravan inruilen? Wil je je boot inruilen? Of wil je personenauto inruilen, omdat je hiermee gaat rijden? Geen enkel probleem. App wat foto's, krijg je van mij direct een bieding. Je bent van harte welkom hier in Krachenburg. Hoi.